Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de okkie. Vandaag weer een terugblikje op de laatste tijd. De coronatapes zijn weer voorbij, zijn goed gelukt. Pim heeft ook een tijdje zijn eigen podcast gehad, maar die is er nu ook weer bij. Pim, welkom. Ja, dankjewel Mike. We hebben er weer zin in en volgens mij hebben we een hele mooie gast voor vandaag. Ja, want we hebben een gast vandaag en dat is niemand minder dan Niels Sonneveld. Niels, welkom. Ja, dank jullie wel. Ja, hoe is het eigenlijk met je? Want na de Summer Series hebben we niet veel meer van je gehoord. Nee, dat klopt. Nou, ik denk dat het ook niet heel gek is in deze tijd. Maar het gaat eigenlijk heel goed. Ik heb veel getraind, zeker de laatste weken. En toernooitjes hier en daar gegooid en gewoon altijd bezig gebleven. En er is eigenlijk niet zoveel veranderd ten opzichte van de Summer Series. Nee, want als we even gaan kijken naar het seizoen tot nu toe voor jou, gaat het eigenlijk best lekker. Echt een enorme stap gemaakt ten opzichte van vorig jaar. En ook al een keertje de laatste 16 gehaald dit jaar op de vloer. En dat tankt toch wel vertrouwen? Ja, zeker. Ja. Je merkt nu gewoon, of tenminste ik merk aan mezelf nu, dat ik gewoon veel verder ben dan vorig jaar. Op elk gebied eigenlijk. Dus mentaal gezien, maar ook gewoon darttechnisch. En dan merk je ook dat je meer wedstrijden naar je toe trekt. Waar ik het vorig jaar zeg maar net aan liet liggen bijvoorbeeld. Dat je hem nu steeds vaker zelf er wel doorheen trekt. En ja, dan geeft het veel meer vertrouwen. En dan wordt het ook veel leuker om je te motiveren voor het hele circuit natuurlijk. Ja, dat zeker. Ja. En wat eigenlijk dan heel erg er naartoe komt, is het behoud van je tourkaart. Als we vorig jaar keken, dan dachten we van dat wordt een heel lastig karwei. Maar als jij zo bezig bent, en je staat ook momenteel virtueel op een WK-plek, dan biedt dat eigenlijk wel alle kansen. Ja, dat biedt wel kansen, maar dan zal het nog heel erg lastig worden, denk ik. En dan zal ik op het WK de nodige prestaties moeten leveren. Nou, ja, dat is natuurlijk is het mogelijk, maar ik ga er op dit moment niet van uit. En ik doe gewoon wat ik kan en ik leg me er zelf niet te veel druk bij. En uiteindelijk zie ik wel waar ik eindig. Ja, Niels, de PDC heeft de afgelopen tijd ook de PDC Home Tour georganiseerd. Het online darten is wat bekender geworden. Wat vind jij van die ontwikkeling en ook van de ontwikkeling met die Home Tour 2, waar eigenlijk de minder bekende of de lager gerankte tourkaarthouders ook wat meer in de spotlights worden gezet? Wat vond jij van die ontwikkelingen bij de PDC? Ja, ik vind dat ze dat heel goed hebben gedaan. Ze moesten iets, of tenminste ze wilden iets en ze moesten, dan moet je iets gaan bedenken en dat is niet makkelijk met deze omstandigheden. Ze zijn zo op de Home Tour gekomen, nou ik denk dat dat een uitstekend idee was. Je zag ook na de eerste, laten we zeggen week, dat het ook steeds meer verbeterd werd. In het begin zat er nog heel veel beginnersfouten in en dat weet ik omdat ik zelf de eerste avond speelde en toen waren er nog wel veel mankementen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het nu, zeker nu dat modus, zeg maar de organisatie, of tenminste de, ja, hoe zeg je dat, de toernooien, een beetje heb overgenomen dat ze met commentatoren en zelfs als de modus Darts League hebben gemaakt, dat het dan, ja, dat het nu al wel gewoon iets positiefs is waar iedereen gewoon goed naar kan kijken. Ja, en over die tweede home tour, we hebben jou nog niet in een poolindeling gezien, maar jij hebt je gewoon ingeschreven om daar aan mee te doen? Nee, ik heb me niet aangemeld. Oké, wat is daar de reden van dan? Ik vind het persoonlijk, vond ik de home tour niet echt iets voor mij. Nou is dat natuurlijk wel simpel gezegd, maar ik sta thuis. Ik heb meer, voor mijn gevoel haal ik veel meer soort van agressie uit een wedstrijd, uit iemand achter je hebben staan, iemand op iemand inspelen qua gooien, qua snelheid, qua emoties. En dat had ik op de home tour totaal niet, want je ziet niemand en je hoort af en toe wat je tegenstander gooit. Ja. En op dat gebied is het niet echt, is het me niet echt bevallen. En nu had ik ook natuurlijk dat we nu al de series eraan komen waar ik morgen dan naartoe ga. En vorige week heb ik met een aantal gasten 3 dagen lang getraind in Almere. Dus ik had ook zoiets van, ja, dan word ik precies weer op zo'n dag ingedeeld misschien. En ik denk dat ik het op dit moment gewoon even beter niet kan doen. Ja. Er waren nu ook veel meer eisen qua aanschaffen van
een speciale camera en oortjes en een driepoot waar je mobiel op speciale hoogte moest staan. En ja, ik vond dat even... dat is gewoon de keuze dat ik het nu even niet heb gedaan. Ja, ja, op zich een keuze die we wel kunnen begrijpen. Ja, Mike, ik denk dat we kunnen gaan naar een beetje terugblikken van wat in de afgelopen tijd op het dartgebied is gebeurd. Ja, ja, dan beginnen we natuurlijk met de Premier League en de World Matchplay. Ja, wat er eigenlijk opviel is dat Van Gerwen wel heel kwetsbaar is, hè, de laatste tijd. Ja, nou ja, inderdaad. Kijk, Van Gerwen die blijft gewoon in interviews zeggen van... ik heb niks... iedereen moet nog steeds bang voor mij zijn. Wat ook wel waar is natuurlijk. Maar ja, Van Gerwen laat toch wel steeds vaker zijn zwakheid zien. Dat was al in de wedstrijd tegen Simon Whitlock op de matchplay. En ook nu in de Premier League, waar hij gewoon uitgeschakeld is. En ook niet onverdiend, als je het aan mij vraagt. Wat ik wel gewoon heel interessant vind om te zien aan die Premier League, is dat de 9 darters die mee hebben gedaan, die zijn eigenlijk allemaal een beetje van hetzelfde niveau. Dus de top wordt uitgebreid, terwijl je vorige jaren met mannen als Jelle Klaas of Michael Smith had ook zo'n jaar dat hij gewoon kansloos de Premier League uit werd gegooid. Ja, dat is dit jaar wat minder, denk ik. En gewoon die krachten in die top 10, die worden steeds meer vaker gebundeld. En die worden steeds gelijkwaardiger, wat het ook gewoon interessanter maakt om naar te kijken. Ik weet niet of jij dezelfde mening hebt, Mike? Ja, ik vind het een beetje bij Van Gerwen. Het niveau wordt alleen maar hoger. Dat zie je echt terugkomen. Bijvoorbeeld ook bij een Van der Voort waar we zo op gaan komen. Maar bij Van Gerwen zie je vooral, het komt wel goed, het maakt niet uit, het mag me niet gebeuren. Maar het gebeurt toch, en het gebeurt weer, en het gebeurt weer. En we zagen eigenlijk vorig jaar dat hij een stuk minder werd. Met als hoofdklapper dat hij het WK eruit gaat. In de finale dat hij die niet wint. En het is eigenlijk daarna alleen maar minder geworden. Jij won dan wel de UK Open, mag je eigenlijk weer niks van zeggen. Maar hij zorgt eigenlijk al door dat je er niks van kan zeggen, omdat hij dan toch wel weer ergens iets wint. En ik ben wel benieuwd of dat dit jaar ook weer gaat gebeuren. Want het werd al elk jaar wat minder. En ik denk, ik zeg niet dat de daling nu is ingezet. Maar hij mag wel heel hard aan het werk gaan om dit weer op te kunnen krikken. Ja. Maar ik vind vooral dat hij dat we nu tenminste wel weten dat het een mens is. Dat is wel fijn. Ja. Nee, maar ik denk dat hij gewoon... Kijk, iedereen heeft natuurlijk wel zijn mindere periode. Dus ook Van Gerwen. En dat nu zeg maar zo valt. En misschien wel een van zijn minste periodes is in de afgelopen jaren. Klopt. Ja, ik denk dat daar iedereen wel over eens is, maar ik denk niet dat we ons druk moeten maken of dat hij er weer bovenop komt, want daar twijfel ik niet aan. Nee, daar twijfel ik ook niet aan, maar ik ben wel benieuwd hoe lang dit gaat duren. Want alleen maar zeggen van ik ben niet goed en het mag me niet gebeuren, dat is leuk, dat heeft Van Barneveld ook een jaar volgehouden. Maar daarna moet je toch wel echt er wat aan gaan doen. Want het was al een paar keer echt heel dramatisch geweest. Totaal geen gevoel op het podium. Geen uitstraling. Weet je wel. Het is toch gewoon niet Des van Gerwens. Nee, dat ben ik ook met je eens. Alleen, ja, wat moet hij anders zeggen? Hij moet... weet je. Kijk, hij weet zelf wat hij kan. En hij weet zelf wat hij ervoor moet doen om het te laten zien. En ik denk dat alleen hij daar iets aan kan veranderen. Ja, dat klopt. Speelden nog 4 andere Nederlanders daar. Watimena, De Zwaan, Noppert en Van der Voort. Waarbij we Watimena en De Zwaan helaas niet verder kwamen dan de eerste ronde. Watimena die op een erg sterke Ratajski trofte en De Zwaan herstelde van een schouderblessure. Danny Noppert won wel heel verrassend van Gavin Price. Maar verloor dan weer van Adrian Lewis. Maar vooral Vincent Van der Voort die het eigenlijk gewoon compleet weggeeft tegen Glenn Durrant. Nou ja, dat was gewoon een ouderwets mooie partij voor het neutrale publiek om die te kijken. Maar ja, hij geeft het inderdaad wel weg. Ik kan me niet precies herinneren hoe die stand ook weer stond. Maar Van der Voort stond met een flinke voorsprong voor, inderdaad. En dat was om een wedstrijd waar hij het meeste prijzengeld van zijn hele carrière kon gaan winnen. Ik denk dat je gewoon moet kijken dat Van der Voort überhaupt tevreden mag zijn met het winnen van Chisnall en Gurney, want dat was al tegen alle verwachtingen in natuurlijk. Gewoon een mooie prestatie van Van der Voort, lijkt mij. Ja, het was zeker een hele mooie prestatie van Van der Voort, maar wat ik gewoon heel jammer vind is dat zie je wel vaker bij hem terug en dat is ook wel een beetje uit de omgeving waar hij vandaan komt. Er gebeurt iets en dan is het meteen klaar mee, jij moet dood, het is dit, het is dat, helemaal van de kaart. Ja, ik herken het enorm, zelf ben ik ook precies zo.
Maar het kan gewoon niet op dat punt. Want hij staat gewoon ver voor in die wedstrijd. Hij had het helemaal niet aan het handen hoeven geven. En hij had hier echt wel meer in kunnen zitten. Klopt. Ja, dat punt was ik helemaal vergeten. Ja, Niels, even een vraag ook aan jou. Van, jij bent semi-professioneel darter. Kijk jij ook wel eens naar de matchplay of naar de Premier League? Ga je daarvoor zitten? De matchplay kijk ik zeker. Die heb ik denk ik bijna helemaal gezien. Dat vind ik ook echt een leuk toernooi om te zien. En ik baalde ook echt toen Vincent verloor. Want ik heb die wedstrijd gezien en ik ken Vincent wel redelijk. Ik gunde het hem gewoon heel erg. En dan is het zo jammer dat hij het zichzelf eigenlijk onmogelijk maakt. Wat niet hoeft, maar ja, zo staat Vincent natuurlijk wel. Dit was wel typisch Vincent. Mm-hmm. Ik denk niet dat hij er zelf ook trots op is, maar ja, op dat moment dacht hij dat er onrecht aan gedaan wordt. Ja, dan. Op het moment dat je dan niet. Als je daarvan overtuigd bent, is dat heel moeilijk om dan te vergeten. Zeker in zo'n belangrijk moment in de wedstrijd, die lek verlies je. Ja, dan. Dan draaft dat alleen maar door. Dus dat vond ik zonde. Ik vond het wel heel mooi dat Dimitri toernooi won. Ja. Ook heel erg gegund vanaf mijn kant. Dus matchplay keek ik zeker. En dat vind ik ook echt leuk om te kijken. De Premier League daarentegen heb ik wel gekeken. Misschien hooguit 1 of 2 avonden. Maar dat werd voor mij persoonlijk toch een beetje eentonig. Omdat je elke avond naar dezelfde mensen kijkt. Natuurlijk wel met topniveau, maar het is de hele tijd weer Van Gerwen Anderson, Van Gerwen Price, Gurney, allemaal hetzelfde. Mm-hmm. En daar komt bij dat er ook nog geen publiek was, wat normaal wel heel veel sfeer meebrengt in de Premier League. Dus vandaar dat ik dan dat niet echt gekeken heb, wel gewoon gevolgd en uitslagen gezien. En ik weet wel de stand is geworden, maar ja. Ik heb niet elke avond klaar gezeten. Nou, ik denk dat Mike en ik die mening ook wel delen met over de Premier League. Om dat kopje matchplay en Premier League even af te ronden. Dimitri van den Berg, die won het toernooi. Volkomen verrassend natuurlijk. Van den Berg, jij zal hem waarschijnlijk ook van de vloer kennen. Daar heeft hij het afgelopen jaar helemaal niet per se heel goed gepresteerd. Hoe kan jij verklaren dat van den Berg zelfs op een podium zonder publiek alsnog iedere keer weer zijn niveau weten verbeteren? Ja, dat is een hele goede vraag. Inderdaad, wat jij zegt, Dimitri is niet op de vloer altijd even goed. Maar wat wel heel knap is van Dimitri is dat hij op het podium eigenlijk altijd goed is. Mm-hmm. En je hem eigenlijk nauwelijks kan betrappen op slechte wedstrijden op een groot toernooi of een podium. Op het podium kan hij van iedereen winnen. Je kan nooit, als je Dimitri op het podium gooit, dan weet je nooit van hij gaat. Je weet het niet. Je weet in ieder geval dat zijn tegenstander een moeilijke avond krijgt. Maar dat is natuurlijk voor hem best wel een goede eigenschap. Wat ook weer lastig kan zijn, omdat je natuurlijk op de vloer je moet plaatsen voor toernooien en het wil laten zien. Ja. Maar ik denk dat het wel. Dat je het beter kan hebben dat je op het podium altijd goed bent dan dat het andersom is. En waar dat aan ligt, ja, ik heb geen idee. Ik denk dat hij zich heel goed op kan laden voor 1 wedstrijd, 1 moment op de dag. Zoals je zeg maar bij de pro toen natuurlijk meerdere wedstrijden speelt en je energie ook moet verspreiden over de dag. Ik denk dat hij heel goed is in het opladen van 1 wedstrijd spelen. Ja, jij zelf hebt nog niet heel veel op het PDC-podium gespeeld, maar herken jij het gevoel dat jij inderdaad ook voor een wedstrijd, als er maar 1 wedstrijd op het programma staat, dat jij dan ook jouw zelf daarvoor beter kan opladen dan een heel toernooi? Of is dat echt puur Dimitri van den Berg? Nou, je bereidt je wel anders voor. En je weet wel van, oké, op dat moment moet ik alles geven wat ik in me heb. Dat wel. Alleen ik heb nog niet genoeg ervaring, denk ik, om dat helemaal te kunnen weten. Omdat ik natuurlijk niet zo vaak op dat podium heb gestaan. Maar ik snap wel dat je echt kan, dat je de hele dag naartoe kan werken naar 1 wedstrijd en dan ook gewoon alles uit jezelf halen. Ja. Ik denk Mike dat we kunnen gaan naar het toernooi wat hij gaat toedoen aankomende weekend. En dat zijn de Autumn Series, Mike. Ja, dat klopt. Ja, de Autumn Series, ja, daar gaat Niels zelf meedoen. En wat vooral opvalt is dat Carl Anderson weer afwezig is. En eigenlijk wat voor vraag dat bij mij oproept is, zal hij ooit nog terugkomen naar Engeland?
Ja, dat vraag ik me af. Kijk, Damon Hetta, die heeft zijn best gedaan. Die was al flink een aantal weken naar Engeland gevlogen, blijkbaar. Die gaat er ook wonen. Ja, ik snap het helemaal niet helemaal van Kyle Anderson. Het is wel de darter die het virus zelf ook heeft gehad. Misschien dat hij wat grotere angst heeft. Maar ja, je kan gewoon van Australië naar Engeland. En Kyle Anderson die moet gewoon zijn best doen om zijn tourkaart te gaan behouden. Ik snap hem inderdaad ook niet. Ik weet niet, Niels, heb jij misschien wat meer achterinformatie over Kyle Anderson? Of? Nou, niet de dingen die ik zeker weet. Ik heb wel eens hier en daar gehoord dat hij darten op een lager pitje zou zetten of misschien wel terug naar Australië zou gaan. Ja. Maar ik weet echt al niet wat daarvan waar is en of dat ook zo is. Dus ik ga dat niet zeg maar naar buiten brengen of iets, want ik weet daar gewoon niet veel genoeg van. Maar ik heb het wel eens voorbij horen komen dat hij eraan twijfelt in ieder geval. Mm-hmm. Ja, dat zou best natuurlijk eens kunnen. Wat wel opvalt is dat Anderson vrij recent een sponsorcontract heeft getekend bij Shot Darts. Volgens mij is dat ook een Australisch dartbedrijf. Maar een nieuw sponsorcontract, je zou zeggen een nieuw leven in je dartcarrière. Maar hij heeft zich afgemeld voor de Autumn Series. En datzelfde geldt ook voor een aantal andere bekende namen. Bijvoorbeeld Gary Anderson. Misschien wel te begrijpen, lange periode van de Premier League. Ja, heeft het prijzengeld misschien ook niet per se nodig wat hij hier gaat winnen. Qua Nederlanders wisten we dat Mike van Duivenbo, die heeft een blessure. Dus die had zich al wat eerder afgemeld. Ja, en Wesley Harms. Mike, je favoriet, die heeft zich weer afgemeld. Niet op de Summer Series en nu ook niet op de Autumn Series. Heb je daar nog een mening over? Ja, nee, ja, mening daarover. Ja, ik vind het heel raar. Jouw een tourkaart en dan ga je twee keer niet heen zonder dat er echt een hele grote reden voor is. Ja, ik vind het heel jammer. Ik had heel graag gezien waar Wesley Harms zal eindigen. Maar ja, het laat misschien ook alweer een beetje zien hoe Wesley Harms zelf in elkaar zit. Ja, ja, ik moet zeggen, volgens mij dat Vincent Kamphuis op Twitter, die had gezegd dat zijn vriendin een babytje verwacht. Hè, misschien kan dat een reden zijn, maar ja, het is inderdaad ook wel, waar leg je je prioriteit? Het is nu niet in Engeland, maar in Duitsland. Je kan daar gewoon naartoe rijden. Ja, ik hoop dat Harms later dit jaar nog wel mee gaat doen. Ja, wat ik wel leuk vond om aan de deelnemerslijst, is dat in ieder geval twee van de drie Spanjaarden, die doen weer gewoon mee. Die voelen zich blijkbaar veilig genoeg om gewoon weer naar Duitsland te gaan. Alleen Christo Reyes, die kon niet komen, ik ben wel een fan van het internationale darten, dus altijd goed om te zien dat die Spanjaarden gewoon weer daar naartoe afreizen. Ja, twee Nederlandse Challenge Tour spelers doen mee, Jitse van der Wal en Arjan Konteman. Wat kunnen we daarvan verwachten, Niels? Nou, ik heb vorige week 3 dagen met Arjan onder andere getraind. En ik vind Arjan echt een goede darter. Ik denk dat hij nog veel meer in zich heeft dan dat hij nu laat zien. Of tenminste, ik zeg niet dat hij nu niks laat zien, maar dat hij meer kan als dat hij op dit moment presteert. Ook bij de Pro Tours. Wat natuurlijk ook niet heel gek is, omdat het ook zijn eerste weekenden zijn die hij voor de Pro Tour speelt. In dit jaar. En misschien dat hij vorig jaar een weekend mee heeft gedaan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Jitse weet ik eigenlijk niet. Want ik ken Jitse niet heel erg goed. Wel vanuit de jeugd. Maar goed, dat zegt natuurlijk ook niet zoveel meer. Hij staat daar. Hij heeft een Challenge Tour gewonnen. Dus hij zal ongetwijfeld natuurlijk gewoon goed kunnen darten. Ja. Maar ja, ik weet niet. Misschien. Ik weet niet zoveel van of dat Jitse misschien lastig heeft op de Pro Tour. Of dat hij zenuwachtig is. Of dat hij het wel goed juist gaat doen. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Daarvan weet ik niet wat we kunnen verwachten. Maar ik denk wel als Arjan zijn ding doet en gewoon zeg maar doet wat hij kan, dat er best wel leuke uitslagen in kunnen zitten. Ja, je zegt het net al. Je hebt recent dus met een flinke groep professionele darters en tourkaarthouders een trainingssessie gehad. Zijn er nog namen waarvan jij denkt, of namen die jou positief zijn opgevallen? Ja, voornamelijk. Twee, denk ik, waarvan ik echt dacht van ja. En dat is Ron Meulenkamp en Mike de Dekker. Oké. Okay. Die stonden echt gewoon heel erg goed te gooien. Zeker Ron was
vond ik echt, echt steengoed, zeg maar. En zo voelde hij dat zelf ook. En ik denk dat Ron, als hij zo verder gaat, dat het echt een leuke week voor hem kan worden. Ja, wat het een beetje vaak bij Ron Mulder kan het probleem is, vind ik. Dan gaat hij met heel veel vertrouwen ergens naartoe. En dan verliest hij volgens mij de eerste of de tweede dag. En dan is het eigenlijk de rest van de dagen ook dat je denkt van, nou, weet je wel, kom op, weet je wel. Want het zit er echt wel bij hem in. Daar geloof ik echt heel, heel erg in. Want het is gewoon heel wisselvallig alleen soms bij hem. Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Alleen, ja, ik weet niet, Ron is wel iemand die er wel voor vecht. Dat sowieso. En er ook alles voor doet thuis, zeg maar, om gewoon te staan. En ik denk dat het bij de Summer-series gewoon niet goed uitpakte. Maar nu staat hij wel zo degelijk en met echt veel vertrouwen te gooien. Volgens mij heb je ook zojuist het materiaal nu gewoon, dat hij zegt, hier ga ik volgende week mee spelen. Dat neemt natuurlijk ook een stukje onzekerheid weg. En ik denk dat hij dan echt wel voor verrassing kan zorgen. Ja, wat jij daarvoor zei over Arjen Konteman. Ja, wat jij zegt klopt wel. Er zit veel hoger niveau in dan dat hij eigenlijk tot nu toe heeft laten zien. Het wordt eigenlijk wel tijd dat het er een beetje uit gaat komen. Want hij kan echt meer dan dat hij nu laat zien. En ik denk dat als hij dat nu een beetje kan laten zien, dat hij echt wel een stap kan gaan maken dit jaar nog. Ondanks de eigen toernooien. Voor hem is het natuurlijk ideaal dat hij nu via de Challenge Tour de Pro Tour gooit. Kijk, hij zal niet... hij zal nu dit jaar veel Pro Tours gooien, omdat er maar één Challenge Tour weekend dan geweest is sowieso. Mm-hmm. Maar hij doet niet... Hij heeft geen druk van, ik moet mijn tourkaart behouden, of ik moet dit presteren om daar te komen. Of, kijk, die druk heeft hij niet. Dus hij kan nu wel... door deze weekenden en weken kan hij wel heel erg wennen aan de Pro Tour. Wat ik bijvoorbeeld in mijn eerste jaar moest doen, waar ik nu zeg maar een beetje eigenlijk achterop loop, omdat ik daarna moest wennen en en daardoor een mindere periode had, dat ik nu uiteindelijk mijn toekaart daardoor misschien wel niet behoud. Ja, je zegt dat je inderdaad dat afgelopen jaar, of het jaar daarvoor eigenlijk, hebt moeten wennen aan de Pro Tour. Nou zullen er in de toekomst meer nieuwe Nederlandse tourkaarthouders zijn. Wat zijn dingen die jij kan adviseren om die tijd van wennen misschien wat korter te maken? Ik weet niet of dat mogelijk is. Ik denk dat je het gewoon zelf moet ervaren. Kijk, je komt op nieuwe plaatsen. Je komt in aanraking met nieuwe mensen. Dat is sowieso allemaal wennen voordat je je echt zeg maar weer een beetje op je gemak voelt en gezetteld bent. Ja. De een zal daar langer over doen dan de ander. Het is ook niet... als jij echt vanuit niks of vanuit nergens komt en nog nooit een pro-tour hebt gegooid, nog nooit eigenlijk voor de PDC bent uitgekomen, dan sta je wel ineens natuurlijk tussen alle toppers die er zijn in een zaal. En dan ben jij niet meer een van de gasten waar mensen vooruit kijken, zoals het bijvoorbeeld op een NDB was of op een regionaal toernooitje. Dan ben jij gewoon, dan sta je eigenlijk gewoon weer onderaan de ladder. En dat is wel natuurlijk een omschakeling dan. Daar moet je mee om leren gaan. En ik denk, één advies is gewoon, voor niemand bang zijn. En gewoon van je eigen kracht uitgaan. Maar dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd. En dat is ook wel iets wat iedereen altijd zegt. Dus, maar ja, goed. Uiteindelijk is dat wel zo. Ja, misschien als iedereen het zegt, is het ook wel een beetje waar. Misschien. Je had het net ook al over die Challenge Tour, waar nu nog maar één weekend van is gespeeld. En ja, waar eigenlijk het belang van dat ene weekend is gebleken. Want al die darters die toen hoog zijn geëindigd, die hebben nu iedere keer aan die Pro Tours mee kunnen doen. Toch ook met de Development Tour en de Challenge Tour. Er zit altijd heel veel onzekerheid tussen. En we dachten... recent van die Development Tour, die heeft een bepaalde datum, die Challenge Tour. Nou hebben we vandaag en gisteren ook weer gehoord dat er wat veranderingen zijn de organisatie van het Verenigd Koninkrijk. Hoe bescherm jij jezelf tegen die, dat je niet weet wanneer je nou het volgende toernooi hebt? Hoe ga je daarmee om? Nou, ik moet zeggen dat ik dat heel lastig vind. Maar dat ligt ook aan mijn karakter, denk ik. Ik ken niet zo goed tegen onduidelijkheid. Maar wat kan je doen? Je moet, ik kan moeilijk me de laatste door beïnvloeden natuurlijk. Dat zou niet goed zijn. Alleen het is wel heel lastig om niet te weten van
wanneer je welk toernooi speelt en of je wel dat toernooi speelt. Kijk, ik sta er op zich goed voor nu op de Development Tour. En het liefst gooi ik die ook gewoon eind van deze maand. Met aansluitend het Jeugd-WK. En probeer ik daar een nieuwe tourkaart te behalen. Alleen ja, dan moet het natuurlijk wel doorgaan. En dat is nu even de vraag. En tot nu toe staat alles nog gepland. Dus dan ga ik ervan uit dat ik daar gewoon dat ik daar naartoe kan. Want wat jij zegt klopt. Jij noemt op dat je heel graag die Development Tour wil spelen. Maar dat had eigenlijk indirect in. Dat je de Eurotour eventueel gaat vallen als de Development Tour weekend doorgaat. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik heb daar nog geen definitieve keuze over gemaakt. Omdat ik het eerst nog even aankijk of de Development Tour wel doorgaat. Want stel ik had me nu afgemeld voor de Eurotour. En ze zeggen over een week de Development Tour gaat niet door. Dan zit ik helemaal met niks. En dat zou natuurlijk helemaal zonde zijn. En ik heb in overleg met de PDC gehoord dat ik me uiterlijk 23 september nog kan afmelden voor de Eurotour. Dus ik heb sowieso nog tot dan om even aan te kijken wat er gebeurt met de Development Tour. Ja, dat is wel prettig. Met wat voor gevoel trek jij naar de Atom Series? Een goed gevoel, dat wel. Alleen wel een beetje niet wetende wat je... Hoe je er weer een beetje echt in staat qua wedstrijdritme, qua... ja, dat mis je nu gewoon op dit moment in deze tijd. En dat, ja, dat kan ik ook niet weten hoe ik daarin sta. En ik hoop gewoon dat ik hetzelfde doe als dat ik op de Summer Series deed. Na een lange periode geen PDC-toernooi hebben gegooid. En dat pakt op zich goed uit. En ik hoop dat het nu gewoon weer zo is. En ik heb er ook wel echt vertrouwen in. Ja, die Summer Series en die Autumn Series, dat is zo'n vijfdaagse serie natuurlijk. In een soort ja, semi-quarantaine. Kijk, met de Summer Series hadden we darters die misschien daar wat moeilijkheden mee hadden. Dat ze veel op hun hotelkamer zaten en misschien niet wisten wat ze moeten doen. Denk jij dat jij nu beter het idee hebt van, als ik dit ritme heb, als ik zo laat opsta... Dan kan ik de dag gewoon doorkomen. En dan komt het ook wel met het darten goed op die Autumn Series. Nou, ik heb daar bij de Summer Series ook niet heel veel problemen mee gehad. Omdat de echte kamerquarantaine maar één dag duurde. Zodra we van onze kamer af mochten. Ja, oké, je mag niet naar buiten. Je mag niet naar een restaurant of waar je ook heen wil. Maar in het hotel waren gewoon wel alle faciliteiten die je nodig hebt. Zoals een restaurant en een bar waar je even wat kan drinken, gewoon met s'avonds met z'n allen, of even van kaarten, of... Nou ja, goed. Al die mogelijkheden hadden we gewoon. Ja. En we mochten ook gewoon door het gebouw heen lopen. Dus het voelde voor mij niet echt als een opsluiting, wat het zeg maar bij anderen weer wel zo voelde. Dat had ik niet. En ik denk nu, als ik dat gewoon weer... als je gewoon weer met elkaar ook s'avonds even... toch even naar de lobby gaan, dat wel ook goed voor je is. Ja, je zit dan in een gebouw, een hotel met ja, de andere 127 darters. Waren die Summer Series misschien zelfs wel gezelliger dan de andere evenementen? Want daar zal je misschien wat meer gespreid zitten, misschien in een ander hotel. Sommigen die komen gewoon met de auto. Nou, je trekt toch altijd wel een beetje naar hetzelfde groepje toe. Okay. Waar je normaal ook mee optrekt. En het is niet zo ineens dat we aan een tafel zitten met 127 toekadaan. Nee. Dat is zeker niet het geval. Maar je zit inderdaad wel, als je in een lobby zit, dan zit je in ieder geval met allerlei darters. Of het per se gezelliger is, nou, denk ik niet. Ook niet minder gezellig. Maar gewoon, dat blijft wel een beetje hetzelfde. Oké. Maar vrijdag is er ook nog de World Series of Darts Qualifier. Ja, hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan? Heb je echt de ambitie om daar echt vol voor te gaan? Of zeg je van, we zien wel waar het eindigt en als ik me plaats is het leuk? Nou ja, goed. Als ik aan een toernooi meedoe, wil ik hem sowieso altijd winnen. Of winnen in ieder geval plaatsen, hoe je het ook bekijkt. Dus als ik aan het bord sta, dan zal ik ten alle tijde alles aan doen om gewoon om die wedstrijd te winnen. Alleen, mocht ik me niet plaatsen, vind ik dat niet een heel erg wereldramp. Omdat ik, de World Series is natuurlijk, Finals is natuurlijk een demo-toernooi. Mijn toekaart zou er niet van af kunnen hangen, laat ik het zo even zeggen.
Natuurlijk is het wel een mooi toernooi als je eraan mee kan doen. En het zou natuurlijk geweldig zijn om je te plaatsen. Maar mocht het niet zo zijn, ja, dan is het ook dan is het jammer. Maar dan zal ik er niet heel erg wakker van liggen. Nee, dat snap ik. Vorig jaar was je wel heel dichtbij, hè? Ik kan me herinneren dat je in de ene laatste ronde of in de laatste ronde nips verloor. Je stond die dag wel echt heel goed te gooien. Ja, klopt. Vorig jaar waren de kwalificaties over het algemeen wel goed. Dus nou ja, als dat weer zo is, dan kan het misschien leuk worden vrijdag. Ja, ik verloor de ene laatste ronde van Robert-Jan Rodriguez, als ik het goed heb. Ja, ja, erg jammer. 6-5. Je had alle kansen in die wedstrijd. Dat was wel echt heel jammer. Ja. Ja, hopelijk dit jaar meer geluk. Dan dan komen we bij de Development Tour in het Eurotour weekend, waar we het zojuist ook al over hadden. En dan staat er gewoon weer een Eurotour met publiek op het programma, Tim. Ja, een Eurotour met publiek. Ja, dat moet ik ook nog maar even zien of dat echt gaat gebeuren, hoor. Maar ja, als je kijkt, in Nederland kan je ook concerten hebben als je die anderhalve meter houdt. Dus ja, waarom zou je dan geen dartwedstrijd kunnen hebben in Duitsland die diezelfde regels hebben? Ja, ik heb ook wel zin om ook weer gewoon een keer iets anders te zien dan die Premier League of wat dan ook. Daarom is die Autumn Series ook wel leuk. Maar zo'n Eurotour, ook met die internationale gezichten. Hè? Boris Koltsov uit Rusland doet mee, Daniel Larsson uit Zweden. Dat maakt toch wel een toernooi leuker om naar te kijken. Ja, en ook voor jou, Niels. Je zei, ik ga vooral voor die Development Tour over die Eurotour. Betekent dat ook dat eigenlijk al jouw kaarten voor het behoud van jouw tourkaart naar die Development Tour zijn geschoven? Of hou je altijd nog wat achter voor de Pro Tour? Nou ja, het kan natuurlijk even goed nog wel via de Pro Tour. Maar ik denk dat ik gewoon, als ik het heel realistisch bekijk, heb ik gewoon op de Development Tour veel meer kansen. Er liggen me, ja, daar zijn gewoon veel meer mogelijkheden om mijn tourkaart opnieuw te behalen. En ik zal me sowieso, als het via de Pro Tour moet, voor het WK moeten plaatsen. En dan daar ook voor wat resultaten zorgen. Dus dat zou wel mogelijk blijven. Dat is niet weg omdat ik dan 1 euro toe mis. Het wordt natuurlijk wel lastiger. Maar ik denk dat ik op de Development Tour wel een grotere kans maak op een tourkaart. Dan dat ik heel de Pro Tour circuit zou afgaan. Ja, hoe schat jij jouw kansen in op die Development Tour? Je haalde een finale in de tweede Development Tour, verloor toen van Ryan Meikle, die eigenlijk een beetje regeert op die Tour. Heeft die tourkaart ook niet nodig, want die heeft hij al. Als jij kijkt naar wie jouw grootste concurrenten zijn, en nu ook met het waarschijnlijke wegvallen van Wessel Nijman, die ook op een tourkaart en een WK-plaats stond. Ja, dat moeten jouw kansen toch ook wel nog meer hebben vergroot. Ja, dat klopt denk ik wel. Het zal nog steeds heel moeilijk worden, omdat er is 1 weekend gespeeld en er staan heel veel jongens dicht bij elkaar. Dus het is zeker niet zo dat ik hem zo even oppak. En dat zeker niet. Ik denk dat ik wel zeker een toernooi ook zou moeten winnen om je tourkaart daar te pakken. Maar ja, ik denk dat ik dat gewoon. Ik denk dat ik daar niet te veel mee bezig moet zijn. En daar gewoon mijn eigen ding moet gaan doen. En dan zie ik wel waar het eindigt. Op dit moment sta ik er redelijk voor. En dan hoop ik dat het uiteindelijk genoeg is. Ja. Durf jij ook al verder te kijken in jouw dartcarrière dan de Autumn Series en het aankomende Development Tour? Stel je behoudt jouw tourkaart niet, of stel je behoudt hem wel. Zal jij gewoon volop met darten nog bezig zijn het aankomende seizoen? Ik zal sowieso weer naar Q-School gaan in ieder geval, ja. Ja, dat zeker. En ik ben ook gewoon nog steeds zeker van plan om volgend jaar ook de Development Tour weer af te gaan. Dus en eventueel Challenge Tour, daar zit ik ook wel zeker over na te denken om dat gewoon te blijven doen. Ik denk helemaal niet aan stoppen of iets als het niet meer lukt, of als ik mijn tourkaart verlies. Dus ik denk gewoon dat ik dan volop weer aan de slag ga. Ja, nou dat is goed om te horen. Om dat alles te doen heb je natuurlijk wel financiële support nodig. Kan je dat nog verwachten, gewoon de aankomende maanden ook, in deze moeilijke tijden toch wel?
Ja, vooralsnog loopt alles gewoon goed. En zeker tot februari, geloof ik, heb ik diverse contracten. Dus wat dat betreft is er helemaal niks aan de hand. Of geen ding om me zorgen over te maken. Dus ik denk dat ik dat zeker wel fijn is dat ik dat niet heb. Nou, dat is goed om te horen wat mij betreft. Mike, ik weet niet of jij nog wat te melden hebt. Nou ja, ik weet niet of je nu al zeker bent van een WK-plek, maar het ziet er in ieder geval heel rooskleurig uit als je gewoon je zaken doet. Is dat ook een beetje een droom die dan in vervulling gaat, in Eli Pelli staan? Als het al in Eli Pelli plaatsvindt, hè, afhankelijk van... Van de PDC, publiek of niet? Ja, zeker. Nou, het WK halen is voor mij sowieso een droom. dat sowieso, dat is iets wat er gewoon ultiem is voor mij en dat was ook het ultieme doel dit jaar. Dus mocht ik die halen, dan is voor mij het jaar sowieso al geslaagd. En zal ik daar echt heel erg blij mee zijn. Ik denk niet dat ik er al ben, want ik sta er wel goed voor, maar ik sta ook nog niet, zeker niet safe. En ik zal deze week ook zeker mijn nodige ponden moeten behalen om nog steeds mee te doen in die race. Zeker ook als ik die Euro toen natuurlijk niet speel, dat daar ook weer minimaal 1000 in principe vanaf gaat. Dus ik zal deze week wel gewoon moeten presteren om daar nog steeds goed voor te blijven staan. Ja, goed, maar tot nu toe heb je eigenlijk tot nu toe een prima seizoen gehad, ondanks dat het een beetje kloot is tot nu toe. Dus ik zie het wel met vertrouwen voor je tegemoet. Nou ja, dat vind ik mooi. Ik denk dat is een beetje het eindkomen van deze podcast. Ja, ik wil Niels enorm bedanken voor zijn aanwezigheid in deze podcast. Ja, en heel veel succes wensen op de Atom-series. Dankjewel. Ik wil ook Pim weer bedanken voor zijn deskundige vragen en opmerkingen. Nou. Ja, dankjewel Mike. Goed, geen probleem. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar de Achter de Oppie podcast en tot de volgende.